Oh god, nee, dat zou onze eerste huwelijkscrisis zijn. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. Hoeveel dagen is het nog tot 1 juni, Tuur? Wat? Hoeveel dagen is het nog tot 1 juni? Kijk hoor. 30 plus 31 plus 61 plus een week. 68 dagen tot 1 juni. Woe! Zal ik anders een pledge maken dat ik tot 1 juni dagelijks ga vloggen? Ja. Ik ga het proberen. Tot 1 juni dagelijks vloggen. Alleen mocht ik ziek worden, als ik heb nu mensen gezien die corona hebben, die konden echt helemaal niks. Ik denk dat het super interessante vlogs zouden worden, maar ik denk dat de vlogs dan eventjes gecanceld moeten worden helaas. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat ik niet ziek word, daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. Jee, en Tuur ook. Het is breakfast time. Ik wilde eigenlijk naar de supermarkt zonder ontbijt, maar Tuur heeft me daar gelukkig van weerhouden. Vorige keer toen waren er zoveel lege schappen. Toen werd ik chagrijnig. Dan word je al chagrijnig als je dan niet, geen ontbijtje op hebt. En je vorige keer heb je 2 uur gedaan. Om twee zo'n boodschap te doen en ze ook nog naar je... En je moeder te brengen, en je oma of zo, hè? Ja. Daar heb je wel gelijk in, Tuur. Ik heb trouwens een trui aan, die heb ik al sinds 2016 of 2017. Ik heb hem nooit aan, omdat ik de V echt super laag vind. En ik denk dat je hem eigenlijk zo moet dragen. Hij staat zo mooi bij je ogen. Oh ja, daar kijk je dan natuurlijk ook de hele tijd naar mijn ogen. Die blauwe ogen, ja. Tuur heeft boodschappen gedaan voor mijn ouders en voor ons. Ik heb koffie gemaakt en ik heb een blog geschreven. En Tuur, ik vind je een held dat je de supermarkt weer hebt overleefd. Ik ben 1,5 uur weg geweest. Echt bizar. Het komt omdat ik niet meer naar Sabri Lomaplein ga, want daar zijn alle schappen altijd leeg. Nu ben ik naar een andere supermarkt gegaan. Maar ja, dan weet je natuurlijk niet waar alles ligt. Ja, en die is echt mega groot, dat is een XL. Dan heb ik ook nog eens boodschappen van iemand anders. Dingen die je nooit koopt. Nou ja, van de 80 dingen die ik moest halen, waren er maar 5 dingen niet. Oh, maar niet? Oké. Okay. Jammer wel dat er alleen geen huttekezen was. Daar ben ik wel echt zeer verdrietig over. Ik ben... En teleurgesteld. Tuur gaat fietsen. Ik ga rustig hardlopen. Ik weet nog niet waar het rustigst is. Ik hoop dat ik in het park kan lopen. Maar als het daar druk is, dan ga ik gewoon... een wat meer afgelegen weg lopen. Ja, dat is wat de planning is. Ik ben aan het lopen in het park. Het is redelijk rustig. Ik zie dat één zo'n blaadje is weggewaaid. Dus ik plak hem even terug. Ik hoop dat hij nu houdt. De meeste hangen echt er nog. Behalve degene die op prullenbak zakken hingen. Die zakken er natuurlijk. Het is echt super lekker hardloop weer. Ik merk wel dat die rib nog steeds niet helemaal oké is. Ademhalen is gewoon een beetje een issue. Maar goed, lekker rustig blijven bewegen op een veilige manier. En dan gaat het hopelijk binnenkort beter. Ik heb 6 keer 7 minuten gelopen en in totaal ben ik 50 minuten buiten geweest. Was best wel lekker. De zon schijnt echt goed. En de wind is minder koud dan de afgelopen dagen. Dus ja, dat stemt mij heel positief. En het was een stuk rustiger in de duinen dan het was de afgelopen dagen. Dit is ook fijn. Windje op ons dakterras. Heel erg fijn. De zon schijnt. Oeps, het is 3:10. En ik moet al beginnen met het editen van mijn vlog. Ik ben een klein beetje de tijd vergeten. Oepsie. Dus als je dacht gisteren van waarom was de vlog zo laat. En het is inmiddels 5:50. Mijn vlog is geëdit. En Tuur is... Wat is Tuur aan het doen? Wat is Tuur aan het doen? Ja. Deze trui is echt te sexy. Hij is echt te diep. She is te sexy. Tuur is school aan het mailen. Dit is namelijk zijn allerlaatste sabbatical dag. Ja, ik ben mijn directeur aan het mailen dat ik er weer aankom.
Ja, alleen dan wel digitaal. Heel raar. Heel raar. Ja. Ja, alles is heel raar op dit moment. Onwerkelijk. Dat ook. Kijk hoe cool. Dit krijg ik net binnen. De volgster heeft mij getekend. Dit ben ik. Lijkt het? Zo. Ik vind het heel knap gedaan. Ik kan nog niet eens een wenkbrauw tekenen. En daar bedoel ik mee een wenkbrauw op mijn gezicht. Daar faal ik iedere ochtend mee. Eet vanavond curry. En Tuur die doet net alsof hij de Tour de France gefietst heeft vandaag. Of de Amstel Gold Race. Of de Vlaamse klassieker. Hoe noemen ze dat? De Ronde van Vlaanderen. Lijkt Wassenaar leuk. Maar god, ik wil echt graag weten hoeveel kilo dit is. Ja, ik kan hem niet meer bij. Ik wil echt, het lijkt niet veel misschien, maar het is echt, echt heel veel. Ja, ik wil holy hem, shit. Moet ik had hem vast met mijn biceps brachial, dat zie ik wel niet. Het is tijd voor ons vragenuurtje. Eerste vraag hier. Ja. Van Ubuntu. Waar hebben jullie je bank gekocht en zit hij lekker? Moeilijke vraag. We waren in Italië, in de... En toen kreeg ik ineens een appje van je vader en die zei, hij is in de aanbieding, hij is in de aanbieding. En toen heb ik hem snel gekocht toen ik in Italië was. En hij is van Made.com en het is een Monterosso bank. Hij ligt lekker, ja. Hij ligt lekker. Hij ja. Zit ook wel lekker, maar we gebruiken hem vooral om op te liggen eigenlijk. Nou, maar heel, nu zitten we. Hij is heel groot omdat onze kamer heel lang is. Ja, en dan hoef je niet zoveel meubels te kopen. Zat hij lekker vol snel. En hij valt lekker op. En als we straks 5 kinderen hebben, dan passen ze allemaal op die bank. En dat is gelijk de volgende vraag. Ik kreeg meerdere vragen. Volgens mij van Lieve en van Carlijn, als ik me goed kan herinneren. Die vroegen of wij kinderen willen. Ja, 5. Het antwoord is dus ja, 5. 5 kinderen, ja. Dat is leuk. Ja. Ja. Of eigenlijk. Nee, 5 is een basketbalteam, toch? Dat zou jij moeten weten als gymleraar. Ja, 5 tegen 5. Iemand vraagt aan mij. Fardau Anjema. Of ik naast keelpijn en verhoging vlak voor mijn menstruatie ook last heb van andere klachten tijdens het hardlopen. Door zeg maar hormonale schommelingen. Oh, daar weet jij meer van. Ja, dat was ook een vraag voor mij. Oh. Daar heb ik inderdaad last van. Het lekkerst. Waarom ga je meteen weg? Ik kan toch wel luisteren? Kun jij vertellen? Oké, daar heb ik inderdaad wel last van. Ik heb een beetje last van zware benen, minder goed. Ik heb het idee dat ik zwaarder moet ademhalen. Word soms ook wel eens misselijk. Ja, vooral hele zware benen is een probleem vlak voor mijn menstruatie. En het grootste probleem daaraan is eigenlijk... Kijk, mijn training vind ik het niet zo erg. Ik doe in de week voordat ik ongesteld word, doe ik vooral rustige duurlopen. Op lage intensiteit. Maar als toevallig net een wedstrijd in die periode valt, is het wel wat onhandig. En ik weet dat er allerlei hormonale dingen zijn om dat aan te passen. Alleen maak ik er liever geen gebruik van, omdat ik het idee heb dat dan het allemaal nog meer in de war wordt geschopt. Dus ik hoop nu gewoon altijd dat het net perfect uitkomt. Dat is niet altijd het geval. Maar soms wel en soms niet. Voor Boston zou het echt niet goed uitkomen. En toen heb ik wel de Nuva ring gehaald. Voor het geval dat ik toch zou besluiten om mijn menstruatie te verplaatsen. Heb ik uiteindelijk geen gebruik van hoeven maken. Omdat Boston niet doorgaat. Dat is een beknopt antwoord op een vraag waar ik het wel 2 uur lang over zou kunnen hebben. Ik krijg hier nog een vraag. Nog een vraag van Lieve. Die vroeg niet alleen over kinderen, maar ze vroeg ook... Nu wil ik alles weten. Ze vroeg ook of we nog een vrijgezellenfeest plannen. Volgens mij... Ik plan dat niet zelf. Volgens mij plannen je vriendinnen dat als ze dat zouden willen. Dus ik weet daar niks van af. En ik weet niet of dat door kan gaan. Ik weet ook niet wat ze willen. En of er überhaupt een vrijgezellenfeest komt, ze kan daar niets over zeggen. Met 3 mensen kan je dat doen, toch? Met 2 anderen? Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik vind dat wel echt super spannend. Ik ben namelijk zelf van met de dingen regelen.
ga ik niet zeggen, Tuur. Ik ben zelf altijd van de dingen regelen en ik zou het liefst zelf een vrijgezellen feest plannen. Zodat ik het allemaal onder controle heb. Maar ja, dat is volgens mij niet de bedoeling. En ze vroeg ook of we al plannen hadden voor onze huwelijksreis. We zouden eigenlijk we hadden eigenlijk bedacht om de dag na het huwelijk nog naar een warme locatie te vliegen. Voor 5 dagen, voordat jij weer aan het werk moet. Ja, we zijn de laatste tijd wel wat bewuster met vliegen. Ja, dus misschien gaan we dat toch maar niet doen. Nee, misschien gaan we wel een rondje door Nederland fietsen. Ook heel leuk. Het is de eerste keer dat ik dat hoor. Fietsen? Mag ik dan zeg maar een soort van de tandem daarnaast? Dat is leuk hoor, naar Tesla fietsen of zo. Not gonna happen. Oh god, nee, dat zou onze eerste huwelijkscrisis zijn. We gaan als het goed is, als het trouwen op de dag dat we gepland hebben doorgaat en de Boston Marathon in september doorgaat, gaan we 3 weken na ons huwelijk naar Boston. Voor mijn marathon en dan maken we daar gewoon een huwelijksreis van. Oké, dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei, adios.